140. Houd de druk erop, Atkins. Van Barneveld moet antwoorden. Hij heeft in ieder geval één triple nodig om op een finish te komen. Ja, die gooit hij weer niet. En ze ziet het al eigenlijk een beetje aankomen, Sylvia. Dit kon wel eens een nederlaag gaan worden. Atkins gaat onverdroten verder. 99 over. Misschien triple 19 om die er alvast af te halen. Er worden er een enkele 19. Van Barneveld kan hem nu alleen maar wegzetten en dan afwachten of Atkins nog mist. 125. Voor de eerste sensatie hier in Den Haag. Triple 20 en dubbel 10. Dubbel 10, tweede arts voor Martin Atkins. Nog één te gaan. Oei. Nog één pijl. Van Barneveld mist. Dubbel 5 is een lastige. Atkins voor de wedstrijd. Kijk eens even aan. Martin Atkins wint opnieuw van Raymond van Barneveld. Die nu in ieder geval goed zal moeten presteren tegen Kantele en Robben in zijn volgende partij in de eerste ronde. 6-4. 18 keer won Raymond van Barneveld op de International Darts League. En in zijn 19e wedstrijd leed hij een nederlaag. En Martin Atkins is er ontzettend blij mee. The dart average is Raymond 29.46, Martin 30.97. Stomp P is wel heel gefocust. Als je hem bezig ziet zou je denken, wat een saaie man is dat zeg. Ja, nou, soms kan hij dat ook wel eens zijn. Maar nou, hij probeerde het denk ik op een iets andere manier te benaderen deze toernooien. Is vaak natuurlijk uitgemaakt als de clown en de... Nou goed, we kennen het allemaal wel. In het programma ook. Maar ja, uiteindelijk wil je toch op dat podium staan en wil je op dat podium die resultaten neerzetten. Ik was ook bij de loting van dit toernooi. Dat was in Utrecht. En ik zat vlakbij hem en hij was ook echt te ziek van dat hij weer in die pool kwam waarin en Adams en Fordham zaten. Meteen voor Stomp P. Pool. Triple 20 voor dubbel 8. Dubbel 8. Nou, nu een keer met één pijl dan. Nee, weer niet. Fordham heeft een finish, maar dat is even de lastigste. Dus Stomp P komt terug voor dubbel 8. 81. Cody requires 16. Om 4-3 voor te komen. Nee, die zit er aan de binnenkant. Dus dubbel 4. 12. And you require 18. 80 voor Fordham. Triple 20 en dubbel 10. Nog een 20 voor Tops. En dan heeft hij de break misschien wel. Nee, dat heeft hij niet. Ja, 4, dat is dubbel 2. En dus wordt het dubbel 1. Dat is ook een kring. Het zijn de dubbels die Stomp P in deze wedstrijd absoluut in de steek laten. Maar ja, Fordham. Moet hem ook maar even gooien nog. En die parkeert ze ook allemaal buiten de dubbel 10.
Hij stond al hoofd te schudden, Stompé net. Moet zich gaan pakken. Werk aan de winkel. Ja. En zo komt hij met 4-3 voor. Het moest wel ver komen. En hier de finishpercentage van beide heren. Stompé 27 darts op een dubbel gehad en maar 4 raak, 14%. Ja, dat is echt heel slecht. Fordham 3 uit 16, 19%. Ja, dat is ook niet al te best. Zeker niet voor deze heren. Die moeten toch minimaal rond de 30% zitten. En als ze in vorm zijn, boven de 40. En dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de gemiddelden. Want die zijn ook van beide heren, ja, nou, belabberd wil ik niet zeggen. Maar om nou te zeggen dat ze echt goed zijn. Belabberd, dan zeg ik het wel. Allebei rond de 80 met 3 darts. 45. Het zal dus de spanning zijn in deze wedstrijd die veel goed moet maken. En toch, waar we het net over hadden over Stompé. Dat gefocuste, dat serieuze. Hij maakt wat missers. En dan hiervoor was het, ging hij zichzelf weer uitschelden voor pannenkoek. Wat ben ik nou aan het doen, man? Dat blijft achterwege. Nog wel. Laten we hopen dat hij dat nog even volhoudt. Nou, dat is wel waar hij op aan het trainen is geweest. 140! Maar hij weet ook wel, Stompé, dat in ieder geval in zijn gedachten hij eigenlijk al had kunnen winnen deze wedstrijd. Want Fordham staat zeker niet verschrikkelijk goed te gooien. Jan van die afzwaaier bij de laatste. Nou, druk opvoeren. Zal via de boel moeten. Die gooit hij wel. 170 blijft staan. Maar voor hem op 76. Triple 20. Hier niet. 16 en tops. Game shot at the 8th leg. Andy Fordham. 4-4. En zo blijft het wel een wedstrijd in balans. Ja, dan zo komen we ook natuurlijk zo'n beetje nu in het gedeelte waarin je niet al te veel fouten meer mag maken. Want als je gebroken wordt, dan is het bijna einde wedstrijd. Dus nu de druk vol op Stompé. Ja, want het is zijn leg. En bij het voordeel die af te snoepen, komt hij 5-4 voor met de volgende leg die de Viking mag beginnen. Het is dus goed. 140. Goed, als ik Martin Adams was en ik zat in de zaal te kijken, 81. Dan zou ik nu niet echt trillend in de zaal zitten omdat ik tegen een van beide heren moet spelen morgen. Adams heeft natuurlijk al een ruime voorsprong, een ruime overwinning te pakken. Dus dat is voor het leggemiddelde van hem al goed. Stompé nog altijd met het initiatief in deze leg. Maar een triple zou toch wel lekker zijn dan voor hem. Gooit hij niet. Fordham dan kan hij hem beter wegzetten. Stompé heeft een finish. Maar dat is wel een hele hoge. Fordham gaat ook een finish achterlaten. Maar die is een stuk beter te doen. Twee keer triple 20 en tops voor Stompé. Die moet dus wachten. 100. Eén keer triple 20 en tops voor Fordham. Triple 20 en dubbel 10 dan. Dubbel 10, één pijl voor Fordham. Voor de beslissende break wellicht. 18. Maar die dubbel 10 die gaat niet echt makkelijk bij Fordham. 16.
Ja, de duimpjes gaan omhoog bij Martin Adams. Hij moet nog tegen ze. Stompe voor 5-4. Laatste dart, 5-4. Ja. En waar de druk zo even op de schouders lag van Stompe, ligt hij nu volledig op de schouders van Fordham. De gemiddelde tot nu toe Stompe rond de 81, Fordham 82. Dat heeft alles te maken met dubbels. Heel veel dubbels, maar vooral heel veel niet-dubbels. Nou, als je toch in dit speltype al op 9 keer 140 staat, dan doe je dat niet slecht, Stompe. Fordham moet nu blij blijven. Dat doet hij. Dan worden we vandaag best verwend als het gaat om spannende partijen. Finish voor Fordham. Voor Stompe de opdracht hetzelfde te bewerkstelligen. Die zal naar de boel gaan met de laatste, denk ik. Ja, inderdaad. 130. Om in ieder geval een betere finish dan Fordham te laten staan. 161 voor Fordham om in de wedstrijd te blijven. Mist de triple 20 en is nu dus afhankelijk van Stompe. Maar ja, ligt het echt in de lijn de verwachtingen dat die 131 gaat uitgooien? Nee, maar het is af en toe heel leuk om iets raars te doen. Triple 20 dan. Triple 17. Ja. Dubbel 10. Dat is wel heel raar. 121. Dat was de eerste pijl voor de wedstrijd voor Koos Stompe. Fordham heeft de triple 20 nodig. En gooit hem voor dubbel 18 om in de wedstrijd te blijven. Vraag nog even of hij erin zit. Maakt er 5-5. Dat is toch een mooie redding zo, hè. 116 finish om in de wedstrijd te blijven. Stompe die een pijl voor de wedstrijd heeft gehad. Dan gaan we weer gooien voor de boel. Wie mag de 11e beslissende leg gaan beginnen? Redelijk belangrijk. Toch roep ik even de partij van de Voort Brandjes in de herinnering. Van de Voort mocht die 11e beginnen. Brandjes van de wedstrijd. Dat klopt, maar de laatste 6 legs in deze wedstrijd zijn allemaal met de darts meegegaan. Dus met andere woorden, het kan weer alle kanten op. Ja, dat klopt. Stompe naast de boel. Voor hem in de bullseye. Game on. Een wedstrijd die niet van superhoog niveau was, maar die wel spannend is. Het gaat om één leg nu. Wie wint deze? 41. Van Fordham. Stompe profiteert enigszins. En zorgt er dus voor dat Fordham ook trippels moet gooien nu.
hij stond P op een finish, 161. Fordham wenst daar naartoe te werken. Heeft in ieder geval de triple te pakken die hij nodig heeft. Nu heeft hij keuzes. Als hij op de 20 wil blijven gooien, moet hij de 20 raken. Mag hij hem niet missen, anders heeft hij geen finish over. Hij kan het. Ik vraag even aan de scheidsrechter of hij zijn flight opzij wil doen. Dan kan hij er makkelijker bij. Ja. En dus krijg je... Je ziet het bijna aankomen. En dan heeft Tom P. daar dus wat ruimere tijd voor. 6 darts heeft hij voor deze 161. Hoeft dus niet uit. We willen hem in ieder geval goed wegzetten. Boel misschien om 56 over te laten. Maar ja, dan moet je weer naar die dubbel 20 toe. Die toch al niet zo lekker gaat. Dus kiest hij voor het pad van de 19. Dus speelt hij op 7. Min of meer wel. Kom nu via triple 10 naar dubbel 16 toe. En die is tot nu toe wel redelijk raak gegaan. Ja. Triple 10 en dubbel 16. Voor alsdnog de winst triple voor Koos P. Tweede pijl voor de wedstrijd. En die is wel aan besteed. En nog een dart in zijn handen bovendien. Nou, dat is keurig finishen. Ik dacht even dat voordat de stomp op de schouders wilde nemen. Dat is wellicht wat overdreven. Maar stomp E, dat is toch vaak het verhaal van op het moment dat het moet, is het net niet. En nu? Absoluut. Hij heeft heel veel goede wedstrijden verloren. Ja. Dit was echt een slechte wedstrijd. Leekstrijd was hij beter dan Brandjes. Ja. Maar verloor toch. Nu was hij eindelijk een keer in een slechte wedstrijd de bovenliggende partij. Koos stomp E. Klopt, Andy Fordham met 6 tegen 5. Mooi succes hier voor Co Stom P. Nu in gesprek met Arjan van der Giessen. Co, eindelijk een partij die eigenlijk niet goed gaat, maar die je wel binnen het afsluit. Ja, dat is dan ook het enige positieve eraan. Want voor de rest was het één grote, leek wel een crematie. Wat een drama zeg. Echt... Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Ik sta ze lekker in te gooien, ik sta ze achter lekker in te gooien, ook met Andy. Andy staat ze ook goed te raken. We beginnen allebei redelijk, maar dan begint de eerste leg die dubbels al te missen. Hij komt niet, ik kom niet. Eigenlijk moet ik hem met alle respect voor Andy, want hij staat gewoon zo slecht te spelen dat ik hem eigenlijk met 6-0 op moet rollen. Maar ja, dat kan hij andersom zo ook zeggen. Ja, leg het maar uit. Ik weet... Maar je mag wel een beetje blij kijken, want uiteindelijk telt alleen de winst en die heb je wel. Jawel, maar goed, kijk, laten we heel eerlijk wezen. Als je zo staat te spelen, dan moet je de volgende twee wedstrijden ook zorgen gaan maken. En dan is het heel leuk als je goed ingooit. Maar daar komt het niet mee. Het is nog steeds een gevecht met mezelf elke keer. En dan moet ik nou eens een keertje verdorie mee kappen, want ik word een beetje scheidsziek van mezelf. Toch gewonnen, Co, en dat is heel belangrijk. En die volgende wedstrijd gaan we dan zien. Bedankt. Ik weet niet of Co... Ja, andere darters komen op tussen de 30 seconden en de 1 minuut, maar we hebben het getimed. Hij kwam op in 4 minuut 52. Hij neemt dus de tijd voor Bobby George. En dat hij nog kan darten, dat blijkt wel uit het feit dat we erin komen in zijn eerste partij tegen Sean Greatbatch met 4-3 in legs voor Bobby George. Even een showtje weg voor het publiek. Hij heeft er wel zin in ieder geval. Maar wat Greatbatch best wel goed doet, hij trekt zich er helemaal niets van aan. Hij heeft zich erop ingesteld dat hij alle gekkigheid die er maar kan gebeuren over zich heen zal krijgen. Dat hij het publiek tegen zich zal hebben. En gaat gewoon stoïcijns door. Ja, goed. Sixteen.
Maar het finishje van George, dat is zeer, zeer. Ja, dat heeft 9 kansen gehad, 4 geraakt, boven de 40%. Dat is prima natuurlijk. Meer dan prima misschien zelfs wel. Goede finish gegooid, ja, great badge. Finisht op zich ook niet slecht. Alleen die ene leg waarin hij die 6 paar op een dubbel mist. 100! George laat Great Badge niet weglopen. 140! That's the way to do it. 140! George niet ver achter. Ook na deze beurt niet. En dus weet Great Badge dat ze zich geen fout kan permitteren. 61. Gaat hij voor de boel of gaat hij voor triple 15? De boel voor dubbel 18. Dubbel 9 zal het moeten worden voor Great Badge. En voorlopig wordt het niet. En dus de mogelijkheid om 15 voor te komen voor Bobby George. En dat is nog maar één leg verwijderd te zijn van een zege. Wat nou toernooivulling? 16. Bullseye, 1 pijl. Niet de meest makkelijke. 43. En zeker vandaag die. Jordan require 9. Yes, that's good shot. Ja. Short break back. Zoekt de confrontatie over de publiek. Game on. Hij nou, was wat geroep terwijl hij stond te gooien, dat hoort niet. Nu zit Tony West weer met mevrouw George te praten. Ik vind het wel grappig hoe iedereen even kon buurten, lijkt het wel. Ja, dat was gisteren in het hotel helemaal het geval. Iedereen die kwam toch even langs om even gedag te zeggen, even een biertje te drinken. Ja, het is toch een soort van, ja... Vader van het darten zou je kunnen zeggen. Is een icoon. Ja. 85. En wat ik wel erg prettig vind, want natuurlijk, het is een icoon, maar het is ook een, zoals hij opkomt, het is bijna niet meer van deze tijd. Hij is natuurlijk heel oud, hij speelt weinig toernooien. Toernooivulling werd gezegd, maar voorlopig. 64. Hij staat ze niet weg te smijten. Nee, tegen iemand die, toen hij geboren werd, toen stond George al... Peltjes naar aan boord te gooien. Ja. Wat gaat er gebeuren als hij 180 gooit? Oh, hij zei al, yeah, hij zag hem zelf al invliegen. Maar toch, na 9.136. 81. Bobby McCall. Finish dus voor Bobby George. In ieder geval is dat bij Sean Great Badge. Ja, 5-4 voorkomen is wel heel dicht bij de zegen zitten. Dit is een slechte score. Nou ja, Great Badge heeft minimaal 140 nodig om de druk op te voeren. In ieder geval één triple nodig om sowieso op een finish te komen. Of het moet bullseye zijn, maar die zit er niet in. 96, triple 20. Alsnog triple 20 voor dubbel 8. Triple 19 dan. Weet dat hij terug mag komen. Maar weet ook dat hij het op een gegeven moment af moet maken. Want nu zou Great Badge toch wel op een finish gaan komen. 105. Dus 54 voor Bobby George om 5 hier voor te komen. 14 moet geen probleem zijn. Dubbel 20 eigenlijk ook niet. Met de laatste dart in zijn hand is dat geen probleem. Inderdaad, dan komt hij met 5 hier voor. En dan kan daar smakelijk op lachen. Maar jij kent hem. Ik ken hem wel een beetje, ja. Is hij ook niet een beetje bang geweest dat hij misschien hier helemaal van het podium afgeveegd zou gaan worden? Want we zien hem natuurlijk weinig, hè? Ja, dat klopt wel. Hij is er aan de ene kant een beetje onaangedaan over. Zo van, nou ja, ik kijk wel wat ik doe en ik gooi wel een pijltje. Maar aan de andere kant wil hij toch ook wel bewijzen dat hij nog steeds kan spelen. Ja. En dat hij dat nog steeds op een groot niveau kan. En kijk hier naar de gemiddelde.
86 om 87. 11 keer 140, hè? Hoef je echt niet voor te schamen. En een finishpercentage nog steeds boven de 40. 134. 60. Slechte score van Great Badge. Kansen voor Bobby George. Nu een goede score. 100 of 140. Dan heeft hij het initiatief. Dat lijkt te gaan lukken. 100. 80 punten voorsprong. 8 badge. Ja, dat doet hij goed. Ja. Had twee trippels nodig om een finish te komen. Daar staat hij nu op. Hoe goed gaat Bobby George hem nu wegzetten? 20 blijven eigenlijk. Dat doet hij ook. En daardoor 41. 141 voor Sean Great Badge om in de wedstrijd te blijven. Triple 20. Gooit hem niet. En dus krijgt Bobby George een kans om de wedstrijd te beslissen. Niet de grootste kans, maar toch een kans. Twee keer triple 20 en dubbel 20. Come on, Bob. Het is voor de wedstrijd. En dat zou ik niet vertalen. Nee, zelfs niet op dit tijdstip. Kijk voor de goal. Ja, en dat doet hij er zijn. Maar die raakte niet vaak. En dus lijkt het erop alsof het 5-5 gaat worden. Dat is inderdaad het geval. En dus krijgen we de beslissing in de 11e leg. En dan gaan we eerst boelen om te bepalen wie er mag beginnen. En zoals we Bobby George vandaag op de boel hebben zien gooien, liggen de beste papieren niet bij hem. Nee, het zou me verbazen als hij hem erin gooit, zou je kunnen zeggen. Ja, nou, dat is gelukt. Ja. Kan natuurlijk beter. Dat bedoel ik. Dat bedoelde jij. Nou, dat bedoelden wij. Ja. Great Badge mag dus beginnen aan de laatste leg van deze wedstrijd. Het is 5-5. De eerste zes legs van deze wedstrijd gingen tegen de darts. En de laatste vier met de darts mee. 100. Dus daar valt ook geen pijl op te trekken. Berg. 83. Veel credits toch ook voor Sean Great Badge. Het is lastig spelen tegen Bobby George. Tegen het hele publiek. Want je weet dat je eigenlijk niets te winnen hebt. Want als je wint zegt iedereen van ja logisch, ja, die man speelt nooit. Nee, oude knar. 45. Marie schudt op nee. Ja, zij kent hem beter dan wie dan ook. 100. Bobby George nog één keer geïnspireerd worden tot grootste daden. De net boven bij de darts. 60. Dus wordt het nu al lastig. Dit lijkt niet genoeg. Zeker met de twee laatste darts die allebei de triple 20 verdwijnen. 98 voor Great Badge, 313 voor Bobby George. En dus heeft Sean Great Badge minimaal 6 darts voor 98. Is het 10 legs lang een echte wedstrijd geweest. Maar dubbel 12 kan er een einde aan maken. Sean Great Badge. Ja. Heel knap. Sean Great Badge. Niet de hele zaal tegen zich natuurlijk. Dat mag ook wel verwacht worden. Sean Great Badge wint de partij van Bobby George met 6-5. En het grootste
applaus gaat richting Bobby George. Die heeft bewezen in ieder geval niet zomaar toernooivulling te zijn. En sterker nog, zo'n kleine nederlaag van 6-5 geeft hem in ieder geval de mogelijkheid nog om kansrijk te zijn om de tweede ronde te bereiken. Sean Greatbatch klopt Bobby George. 6-5. Tony David pakt de achtste leg, komt terug tot 5-3. Maar Henkie kan het nu afmaken. Begint met 100. En wat stelt deze man er tegenover? David heeft maar één break nodig natuurlijk. Ja, dan ligt de wedstrijd in theorie weer helemaal open. En is van een gemiddelde van 90 nu al op een gemiddelde van 95 aanbeland. Dus staat heel goed te spelen de laatste paar legs. Henkie moet doordrukken nu. 97. Hoort in ieder geval de triple erbij. Oh, David een triple met de laatste pijl. Nu mist Henkie hem en nu heeft David dus het initiatief te pakken. Prachtig die concentratie. Wordt een beetje rumoerig in de zaal. Henkie met 100, laat een finish over. David wil hem beter wegzetten dan dat Henkie staat. Wil dus minimaal één triple en eigenlijk twee hebben. Eén heeft hij. Zit er goed voor om een tweede tegenaan te gooien. Jawel, dat deed hij even snel. 60 over, maar Henkie mag eerst voor de wedstrijd twee keer triple 20. Nee. Want zo makkelijk als ze in het begin van de wedstrijd vielen, zo makkelijk vallen ze al een paar legs niet meer. 20 en tops om David weer helemaal terug in de wedstrijd te brengen. Ja. Hij pakt de eerste break op het moment dat hij moet pakken. Henkie heeft wat om over na te denken. En nu moet David de volgende stap zetten. En dat is gelijk komen. Dan gaan we naar een beslissende 11e leg. We hebben het al eerder gezegd. David geeft nooit op. Hij blijft altijd geconcentreerd. Blijft altijd zijn eigen spel spelen. Je kunt hoge finishes tegen hem gooien. Je kunt, zoals Henkie dat nu doet, 5-180 tegen hem gooien. Dat deert hem niet heel veel. Is mentaal heel sterk, Tony David. Hij zal nu een goede score moeten neerzetten. Begint met een triple. En nog één, maar de verkeerde. 123. Uiteindelijk vindt hij dan weer de richting. Goed antwoord van Henkie. Nu heeft Henkie het initiatief in de leg van Tony David. Moet je wel triples blijven gooien van de 20. Doet die even rekenen. Naar de boel toe is goed. Finish over. Dus de druk op Tony David. Die heeft in ieder geval. Nog één erin. Wellicht naar de 18 toe om een mooie finish over te laten. Nee, gewoon 180 is natuurlijk ook goed. 136 voor Henkie. Dat is 1 triple 20 voor de wedstrijd. Dat is 2 triple 20's voor de wedstrijd. Dubbel 8. Hoehoe. 120. De laatste strohalm voor Tony David. Triple 18. Niet gegooid. Enkele 20 en tops. Gaat 1 dart krijgen onder 5-5 van te maken. Tony David. Oeh, hier zit er een eind boven. Naar een dubbel 4. En daar is hij.
Vorig jaar lukte het Henkie twee keer niet. In Utrecht en in Zoetermeer. Bij de vorige editie van de International Darts League. Tegen Tony David. Beide keren was het spannend. Ook nu was het spannend. Maar is het wel Ted Henkie die aan het langste eind trekt. Hij wint met 6-4. Dames en meisjes, goedemiddag. Dit is de Uithof in Den Haag voor de tweede dag van de International Darts League. Vincent van der Voort tegen John Boy Walton. Ja, wat er op spel staat is duidelijk. Van der Voort die de eerste partij verloor, kan zich een tweede nederlaag tegen John Walton niet permitteren. En in de wetenschap dat hij deze leg is begonnen en Walton op een finish staat, op een dubbel staat zelfs, zal hij hem uit moeten gooien. 20 gegooid, kan daar blijven, want hij zit er goed voor. Triple 20 ook, dubbel 11. Die zit er dan net naast. En direct dus de kans voor Walton om van de voor te breken. Dubbel 12. Die zit er ruim naast. Die eigenlijk ook, dubbel 6. Alsnog. Eén dart om. 18. Johnny required 12. En nog een kans zal Van der Voort toch niet krijgen, mag je aannemen. Tegen het ijzer aan, dubbel 3. Walton kijkt even, misschien 2 dubbel 2. Of toch dubbel 3. Dat laatste. 9. Oeh, een volgende buitenkans voor Van der Voort. Die krijgt cadeau op cadeau uit te pakken. Steeds dichterbij. Ja, Walton inmiddels op 3. Dat is ook niet echt makkelijk. Enkele 1 en dubbel 1. Die enkele is in ieder geval gelukt. Nu de dubbel nog, of liever. Doe maar even niet. Nee. Nou, de heren maken er een zootje van. Van der Voort dan. Allebei op dubbel 1. Scheidsrechter kan weg. Ja, dit. Ja, en klaar. Want dat is het risico als je aan de binnenkant gaat, dan ben je meteen uitgespeeld ook. De 25e dart voor John Walton om deze leg op zijn naam te schrijven. En 26. Nou, als je al met niet al te veel zelfvertrouwen dat podium betreedt, omdat je de eerste partij hebt verloren van André Brandjes, je bent als zesde geplaatst, Vincent van der Voort, dan na deze eerste leg die je zelf bent begonnen, zal dat zelfvertrouwen zeker niet toenemen. Nee, en daarbij, Walton speelde gisteren een fantastische wedstrijd, had het hoogste gemiddelde van alle spelers in de eerste wedstrijd. Ja, had toen ook een finishpercentage van 60%. Daar gaat hij deze wedstrijd ook niet meer aan komen in ieder geval. Want normaal gesproken is het toch zo, als je John Walton op één iets kan pakken, dan is het wel op het missen van de dubbels. Ja, maar je moet er wel afstraffen. Ja. Dat is een oude wet natuurlijk. Nou, die deed wel degelijk opgang zo even. Want... 140. Nou goed. Dan maar meteen terugbreken. 41. En daar is dit dan ook direct de kans voor. Ja, dit doet Van der Voort goed. Ah, dan finish over. Walton heeft dus ook minimaal een triple nodig om op een finish te komen. En die gooit hij niet. Dus weet Van der Voort dat hij 6 darts heeft voor 161. Triple 20 gezocht. Niet gevonden, maar dat is dus geen ramp. Goed wegzetten, gewoon een boel. Oef, dat is pech. Maar nogmaals, geen ramp. Walton, niet op een finish. Dat zal hij na deze drie wel staan. 132 blijft er voor Walton over. En dus Van der Voort. Triple 19 voor dubbel 12. Niet gegooid. 12 en dubbele boel. Oh, Van der Voort kiest ervoor om niet voor de 12 en de dubbele boel te gaan. Met Walton op een finish is dat een
risico dat je neemt. Enkele boel gegooid, triple 19 en bullseye voor Walton. Ja, als hij die gooit, dan zal hij van der Voort heel veel pijn doen. Ja, en dat betekent dus dat het stom is geweest wat Van der Voort heeft gedaan. Want hij ging voor het wegzet. Ja, koos ervoor om niet voor de finish te gaan in de hoop dat Walton zou missen. 100. En dat is natuurlijk een prima tactiek als Walton mist. Ja, nu... Want het was niet een makkelijke finish die Walton nog had weg te werken. Nee, maar wel doenbaar natuurlijk. Had maar één triple nodig om een dubbel over te laten. 130. Ja, nu zal het zelfvertrouwen er bij Walton zijn. En niet bij Van der Voort, zo mag je verwachten. 60. Ja. Met de beker op de achtergrond. Maar als je al zesde geplaatst bent, je 120. Natuurlijk best kansrijk voor bent om die te pakken. Dit is goed. 140. Daar moet hij dan maar zijn zelfvertrouwen uithalen. Ja, Walton. Die gooit ook niet verkeerd deze leg. Wat heet. En als je al denkt dat je met een 140 score er lekker in zit in deze leg. En dan komt er een 180 van de tegenstander. 145. Dat is ook niet slecht. Johnny Rickmore, 71. Voor een 3-0 voorsprong en weer een break. Triple 13. En niet gegooid. 18 en tops. Eén pijl voor Walton voor een 3-0 voorsprong. 51. Dat blijft Van der Voort bespaard. Maar dan 56. Moet hij deze wel uitgooien natuurlijk. 16 en tops. Twee darts in zijn handen. Nog eentje. Voor 2-1. 36. Ja. John, you require 20. Game shot. 3-0 dus. En straks, na de commercials, het vervolg van deze partij. Dames en heren, jongens en meisjes, u bent weer terug in de Haagse Uithof. 3-0 dus. De voorsprong voor John Walton. En die mag, ondanks de bouncer, gaan denken aan een uitbreiding daarvan. Ja, het is zijn leg nu, dus normaal gesproken zou het 4-0 moeten kunnen worden. En je ziet ook aan, eigenlijk per beurt, de gelaatsuitdrukking van Van der Voort triester worden. Ja, het is nog net niet zo dat hij zijn pijlen weg staat te gooien zonder te mikken. Maar we hebben Van der Voort natuurlijk wel eens vaker gezien in dit soort situaties. En we hebben ook wel vaker gezegd dat hij het afgelopen jaar erin gegroeid is. Dat hij beter is gaan knokken. Dat hebben we gisteren ook kunnen zien tegen André Brandjes. 5-1 achter, kwam terug tot 5-5. Maar ja, verloor hem dan toch nog. In het verleden liet hij het hoofd heel snel hangen. En dan kon je de rest eigenlijk wel schriftelijk afdoen. Hij zal nu ook in die reserves moeten putten. Om de achterstand tegen Walton ongedaan te maken. Hij heeft natuurlijk een hele goede leeks uitgespeeld. Kijk, die laatste dart, dat is alweer zo een die ongeïnteresseerd die richting op gaat. Ja, leeksheid was hij een van de revelaties, mag je toch wel zeggen. We wisten dat hij goed kon spelen, maar we schakelden daar de kampioen uit. En die Forum won daarna knap van Tony Eccles, die zelf de kampioen Tony David had uitgeschakeld. Nou, dat hij dan verloor van Van Barneveld, oké, dat mag, zeg je dan. 5-0 is misschien wel heel erg. Maar goed, het was ook een klein beetje geflatteerd. 60. Maar je wil die volgende stap maken. Je wil een regelmatige bezoeker zijn van kwartfinales en halve finales. En dan zul je dus wat karakter moeten tonen. Ja, dit is dan zo'n beurt van Walton. Zou een hele goede zijn voor het zelfvertrouwen. Triple 20. Nou, dan gaat hij de vijf weer in. 44. Dat lach je ook, hè? Je hoopt elke keer maar weer op de ommekeer. Maar goed, Walton 134.
Triple 20, triple 14 en dubbel 16. Maar hij mist de triple 20 al. 14. Vincent Nieuwenkoorn 100. En dan 120 voor Van der Voort. Een triple, een single en een dubbel 20. Als ik het kan zeggen, kan hij hem gooien. Ja. 43. Niet vandaag. 94 voor Walton. Triple 18 en tops. Triple 1 gegooid. 91 vraagt hij nog even zeker. Triple 17 en tops voor Walton. Triple 17 erin. Komt hij ook nog 4-0 voor dan Walton? Oei, ja. Oei, oei, oei. Een 4-0 achterstand voor Vincent van der Voort. Waar hij de eerste wedstrijd op dit toernooi in deze pool al verloor van André Brandjes. Dat ziet er dus niet goed uit. 140. Als Walter dan dit soort scores noteert. 100. Walton met de teen tegen de hockey aan. 100. Natuurlijk in 2001 de kampioen in Lakeside in Frimley Green. 92. Heeft dus al eens een keer bewezen dat hij het kan. In een jaar waarin hij eigenlijk alles kon. 16. En bij Van der Voort loopt het gewoon niet. Ze gaan gewoon niet. Ja, misschien heeft het ermee te maken dat hij andere dingen aan zijn hoofd heeft. Ja, dat zal zeker meespelen. 120. Zonder in detail te treden, een familielid van hem is ernstig ziek. Dit dan misschien nog een triple 20 en dubbel 16. Kan hij dat dan? Oh! 120. Ja, dat... Dan zit het hem ook niet mee. Tegen het ijzer aan, daar doe je heel weinig aan gewoon. En Walton, dubbel 18. Ja, en je voelt eigenlijk al aankomen dat die er dan ingaat. Want als het eenmaal tegen zit... Een 152 finish missen op dubbel 16. En dit zijn de gemiddelden. Ja, die zijn zeker niet geweldig. Van der Voort net boven de 25 per dart. Dat is onder zijn niveau, ver onder zijn niveau. En ook Walton. Zeker in vergelijking met gisteren, waarin die dik boven de 6,97 zat. Dan zit hij nu 20 punten onder zowat. En dat is een te groot verval. Heeft natuurlijk voor een groot deel te maken met die eerste leg, waarin zoveel darts op een dubbel werden gemist. Dat is funest voor dit soort gemiddelden. Het zegt dus ook niet alles. Ja, Walton gooide een 26 darter. Dan weet je ongeveer hoeveel er gemist is. Aan beide kanten. 100. Nog een keer, klop. Ja, Stompé die als een van de weinigen in de zaal die nog Van der Voort probeert naar een fatsoenlijk resultaat te praten. De rest van de zaal heeft het ook wel gezien. Ja, zelfs bij die 152 finish die er dan net naast gaat, hoor je geen oes, geen aas en geen aanmoedigingen. 100. Nu is de zaal hier niet helemaal afgeladen vol. Maar hier staat Vincent van der Voort, een Nederlander, een van de beste die we hebben, zesde geplaatst. En een hele belangrijke wedstrijd. Want die is al verloren. En dan blijft de support een beetje weg. En dat heeft alles te maken ook met de manier waarop Vincent van der Voort op het podium staat. Je hebt ook niet het idee dat hij weer terugkomt. Nee, kijk maar. Kijk maar hoe die darts naar dat bord toe gaan. Maakt het niet meer uit? Nee. 105 voor Walton voor de wedstrijd dan al, hè. Enkele boel gegooid. Triple 20. Laat dubbel 10 dan voor hem. En die gooit hij ook.
En zo wint John Walton met 6-0 van Vincent van der Voort. En zit zijn toernooi er zo'n beetje op. En Walton gaat gewoon lekker door. En zo heeft Vincent van der Voort heel wat uit te leggen. En dat doet hij dan tegenover Arjan van der Giessen. Na de 6-0 nederlaag tegen John Walton. 0-6 verliezen. John Boy Walton, dat moet een ongelofelijke sof voor je zijn. Ja, tuurlijk. Dat is duidelijk. Maar geen moment het idee gehad dat ik in een wedstrijd zat. Het hele weekend al niet. Dus, ja. Was jij wel echt bezig met het toernooi dan? Ja, als ik heel eerlijk ben, niet. En dat heeft bepaalde redenen. En, ja. Wat dingetjes in de privésfeer, geloof ik? Ook natuurlijk, ja. Dat merk je gewoon. Dat werkt enorm door. Betekent dit nu dat je uitgeschakeld bent of is er nog een heel klein kansje? Nee, er is geen kans meer. Ik ben uitgeschakeld en dat is ook terecht als je zulke wanprestaties neerzet. Dus daar kun je niks aan doen. Nou, je kunt er in ieder geval nog een klein beetje om lachen. Ja, natuurlijk wel. Maar het is niet leuk, maar ja, het houdt op. Een zeer teleurgestelde en tegenvallende Vincent van der Voort. Wellicht een pleister op de wonden is de prijsvraag en u moet meteen... The man himself, Raymond van Barneveld! Simpel gezegd, als Marco Kantele wint van Raymond van Barneveld, ligt van Barneveld eruit. En Rob ook. En gaan Kantele en Atkins door. Ja, simpeler kun je het niet zeggen. Dat betekent dat de twee Nederlanders die we in deze groep hebben, allebei naar huis gaan. Ja, inderdaad. Dus, ja, Robbe is sowieso, denk ik, ja, in theorie zou hij nog door kunnen, maar in principe uitgeschakeld door die grote nederlaag die hij eerder vandaag leed. Maar Van Barneveld moet winnen. En gisteren verloor hij natuurlijk van Martin Atkins. En ja, Atkins. Daar verloor hij ook al eerder van. Doeland. First leg, Raymond. Maar Atkins heeft vandaag zo goed gespeeld dat je bijna denkt van... Weet je, het is niet eens een schande om van zo'n Atkins te verliezen. Want die is wel in vorm, zeg. Ja, die staat fantastisch te spelen. Die speelde gisteren al goed. Want toch is er druk als je tegen Van Barneveld speelt. Natuurlijk wil iedereen graag van hem winnen. Hij is nu eenmaal de als eerste geplaatste man hier. En dat is hij al een tijdje natuurlijk op de grote toernooien. Maar je moet het altijd nog maar even doen. Hoeveel mensen hebben we niet zien falen toen het recht toe deed. Of toen ze een kans hadden om van hem te winnen. Als ze die kans al kregen. Maar Atkins is een hele coole. Die interesseert het niet zo heel veel tegen wie die speelt. En die denkt gewoon van, nou als ze erin gaan, gaan ze erin. En als ze er niet in gaan, dan morgen weer een andere dag. En gisteren gingen ze erin. Vandaag gingen ze er toevallig ook in. Dus hij is zo goed als door naar de volgende ronde. Atkins. 97. Een stijl kantelen waarvan je af en toe denkt van... Laat hij die pijl nog wel los vandaag of zit dat er niet in? Ja, het neigt heel erg naar het Dartitis verhaal toe. Het zit er in ieder geval heel dicht tegenaan.
En ik heb ook het idee dat hij de vorige toernooien de darts zeker wat makkelijker losliet. Vooral die eerste, want daar gaat het vaak om. Kijk. En dat hele lichaam, dat, je kan toch nooit meer in balans zijn op het moment dat je die dart loslaat. Maar toch, hoe je het voor elkaar krijgt, krijgt het voor elkaar. Hij kan nu op 1-0 voorkomen. Heeft hij nu een triple nodig van de 20. Ja, daar gooit hij. En tops. 100. Diamond Jury 86. Triple 18 en dubbel 16. Nog een 18 laat Bullseye. Bullseye, één pijl voor Van Barneveld. Maar die zit al heel ruim naast. 37. Marco, you require 20. Twee ruime missers. Deze was er dichterbij, maar niet op de plek die was bedacht. Tweede arts voor dubbel 16 en de eerste daarvan al gepakt. Nou, hoewel dus onder druk van Marco Kantelen, gaat de eerste leg toch naar Van Barneveld. En omdat het niet soepel oogt bij Kantelen, toch weer 140 scoren. 140. Ja, het zijn toch 22. Halve, zo niet driekwart weigeringen af en toe bij Kantelen. En we hebben dat. Ja, het is vervelend om het voorbeeld nog maar eens aan te halen, maar bij Albertino Essers wel eens gezien. Dat begon ook op deze manier. En uiteindelijk werden het hele weigeringen. Kijk, er zit echt een twijfeling in die ik bijvoorbeeld op Lakeside niet heb gezien. 116 voor Van Barneveld. Triple 20 laat dubbel 18. Dubbel 18. Ja, vraag het even. 98. Marco, you require 84. Dubbel 20 voor Kantelen. Daar is die voor dubbel 12. Die is dan weer heel ruim mis. Dubbel 6 dan. 72. Ook een stuk daarnaast. Marco, you require 18. Voor de 2-0 voorsprong van Barneveld. No score. Marco, you require 12. Hij wil 6 darts op een dubbel gemist Kantelen. Raymond Bouchard in the second leg. Marco Cantelli. Third leg Raymond to Roy first. Game on. Beide heren hebben tot nu hun eigen leg gehouden. Waarbij je bij Kantelen je afvraagt van hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen. 42. Ja, hij heeft natuurlijk ook nog heel veel kansen gehad in de leg die Van Barneveld was begonnen. 63. Want laten we eerlijk zijn, we zijn van Barneveld toch wel wat beter gewend dan dat we tot nu toe vandaag hebben gezien. 125. Ja, van hem zijn we toch gewend dat hij 3 darts gemiddeld heeft van boven de 100. Ja, nou ja. Goed, in ieder geval boven de 95. Precies. Maar schurkend tegen de 100 aan, er met grote regelmaat overheen komend. Hij komt nog niet tot 80. 84. 44.
78. Nou, dit ziet er al wat beter uit in ieder geval. Ja. Kondelen gaat hem ook niet onaardig wegzetten. Slordige laatste van de Finn. Maar goed, 104 voor Van Barneveld. Triple 20 erin. 12 dan mis. Ongelooflijk. Ja. Dat zal het een 3 worden nu. Blijft wel dubbel 16 over, maar ja. Kantelen 15. En dubbel 16. Met de mogelijkheid om één keer te missen. Oh. 29. Right Majuri Point 32. Ja. Toch 2-1 voor. Raymond van Barneveld. Full flag Marco to Roy first. Maar het zijn geen soevereine legs die worden gespeeld. Ja, na een 42 van Kantelen. Hoop je op een iets hogere score. Zo. Gaat nou zwerven zegt, die komt in de 9 uit. 47. Ja, je zou toch zeggen dat hij er overheen moet walsen, nu zo'n beetje. In het normale doen. Dan had hij geen spaan heel gelaten van Kantelen, die nu ook weer in de 3 terechtkomt. Ja, die nu al onderin het bord aan het gooien is, omdat hij grote moeite heeft om die darts los te laten als ze bovenin zitten. 90 jaar. Kijk maar eens. 41. Ja, dit is de leek van Kantelen die Van Barneveld moet pakken. In de vorm waarin Kantelen bezig is. Ja, na 12 darts heeft hij 171 punten gegooid. Dat was kwam niet al te veel bij. Kijk nou toch eens. 146 voor Van Barneveld. Ja, die kan hem rustig weg gaan zetten nu. 100. Doet hij goed. Waar blijft de Finn? Voor een 3 in voorsprong. Daar is het wachten nog even op, maar Kantelen op 248. Nou, dan maar weg is het op 170. Zonder dat het de bedoeling was. En met een dubbel 16 komt Van Barneveld op een 3-1 voorsprong. 100. Wat Kantelen aan het doen is. Ja, kijk eens wat Van Barneveld aan het doen is. 77-02. 25,5 gemiddeld. Kantelen, ja, die zit daar nog een stuk onder. Die zit op de 23 per dart. Kijk. 100. Nou, misschien dat dit al een beetje helpt. Past niet geheel in het verloop van de wedstrijd tot nu toe, maar wie hoort ons mokken? 41. Kijk eens. 136. Heel die goed. Afstand nemen. 12 darts. Hij heeft die dubbel 20 nog weg te werken. 121. Laatste starttrekking voor Kantelen wellicht.
Hij kijkt even waar Kantelen op staat. Die staat 2-34. Dan gooi je hem dan maar dood van Barneveld. Blijft er gewoon 40 staan. Had natuurlijk ook gewoon voor een 2 kunnen gaan om dubbel 4 over te laten. Goed als zijn eigen keuze. 64. Kantelen laat het nog maar eens 170 staan. Ja, maar dat zal hem weer niet gelukken om daarop te mogen beginnen. Want het staat 4-1. Kijk. 64. Ja, gisteren hebben we ook die wedstrijd gezien tussen Kantelen en Robben. Ja. Toen zagen we al een klein beetje dat het, maar het is vandaag zeker veel erger bij Kantelen dan het gisteren was. En nu zou je denken, hij staat achter. Behoorlijk achter. 16. Zo ontspannen. Ja. Ja. Gisteren kwam hij ook 5-3 achter, toen won hij ook nog met 6-5. Hij geeft het in ieder geval niet op. Zoveel kunnen we de Vind meegeven. 100. Maar dat het geheel niet bepaalde schoonheidsprijs verdient, dat mogen we ook duidelijk zijn. Dan worden die ook niet vergeven hier. Het gaat om winnen. 131. En al zou het de lelijkste wedstrijd zijn die Van Barneveld ooit gespeeld heeft. Als hij wint, is het goed. 121. 130 voor Van Barneveld. Triple 20 gegooid. Triple 18. Die niet. Maar goed. Enkele 20 laat dubbel 16 over. En dan mag hij dan voor terugkomen. 90. En dan komt hij toch vrij eenvoudig. Ondanks een slechte spel op een 5-1 voorsprong zo dadelijk. 59, Raymond Rico, 32. Dat is goed, 5-1 de voorsprong. Raymond van Barneveld. Dan mag je zelf beginnen aan de 7e leg. Dan zou hij best eens met een 6-1 overwinning ervan door kunnen gaan. 100. En dan moet Kantelen het nog opnemen tegen Martin Atkins. Ja, je kan je toch niet voorstellen dat Atkins daar enige problemen mee heeft. Of er moet een wonder gebeuren vannacht in de hotelkamer van Kantelen. Dat hij ineens genezen is. En met Van Barneveld de wedstrijd nog tegen Robben voor de boeg. Ja, moet wel recht lopen. Ja, als Robben heel dik van Barneveld zou winnen, zou het nog kunnen natuurlijk dat Robben gewoon doorgaat. En dus zal die het zeker niet erg vinden als Van Barneveld hier wint. Robben zou graag zien dat Kantelen nog een paar legs pakt, misschien zelfs. 91. Wat hij dat vandaan haalt. Maar goed. 109. Twee bullseyes gegooid. Dus een 9 om dubbel 8. Laatste kans voor Kantelen. Zo lijkt het in ieder geval. Tops. Ja. Hij doet nog mee hoor. 18. 16. Voor een 6-1 overwinning. Raymond van Barneveld. Jawel. En daarmee doet hij zichzelf een heel groot plezier. Kantelen, ja, dat haperde en sputterde dat het een aard had. Van Barneveld trekt zijn gemiddeld nog wat omhoog naar redelijk aanvaardbare cijfers. Die dart gemiddeld van 85. Maar belangrijker is de 6-1 overwinning. Dat betekent dat hij goede papieren heeft dankzij deze overwinning om alsnog de tweede ronde te bereiken. Vier legs gespeeld in een wedstrijd die van hoog niveau is. De gemiddelden liegen er niet om. Adams zit op dit moment dik boven de 100. 100. En Stompé die zit ver boven de 95.
Dubbels gaan prima bij beide heren. En de scores zijn ook goed. 83. En dus is het een genot om naar te kijken. Trippel zou een finish voor hem overlaten. Ja, dat doet hij goed. Heel goed. Finish over voor Stompé. Niet voor Adams. Het blijft natuurlijk wel een hele hoge finish. En Adams kan hem goed wegzetten. Nog een triple 20 voor hem. Laat dubbel 19 over. Dat doet hij niet. Maar toch krijgt Stompé de kans nu. Triple 20, triple 17 en bullseye. Net eronder. Terug naar de 20, blijft dubbel 12 staan en dan weet Martin Adams dat hij hem moet gooien. Triple 18 en dubbel 12. Goeie marker voor Adams. Maar niet goed genoeg. En dan nu Stompé. Voor de tweede keer breekt hij Martin Adams. Stompé naar 3-2 voor. Ja, zo slecht als de dubbels gisteren gingen, zo goed gaan ze vandaag. Vier kansen gehad, drie raak, 75%. Ja, dat zou hij wel heel lang vol willen houden. Dat is bijna niet te doen natuurlijk. Maar toch, typeert een beetje de Stompé die tot nu toe in dit toernooi op het podium staat. Gisteren ook tegen Fordham slepen die wedstrijd toch uit het vuur. En nu tegen Adams ook zit hij goed in de wedstrijd. Wat heet, hij staat gewoon voor en geeft het tempo aan. Is heel dicht bij de eerste 180 van de partij. Het publiek dacht dat hij erin zat, daarom schudde hij even nee. Van nee, de laatste zat er net boven. 60. Natuurlijk meegedaan bij de edities tot nu toe van de International Darts League. In 2003 en 2004. Hij geraakt hem nog nooit door de eerste ronde heen. Winst vanavond. Blijft er eens bij. Zorgt ervoor dat dat wel gaat gebeuren. Adams overigens deed ook allebei de edities mee. En haalde vorig jaar de kwartfinale. En het jaar daarvoor zelfs de halve finale. Voor hem is het dus niet nieuw om hier de eerste ronde te overleven. Curly Require 156. Ja, het feit dat Stompé nu al drie legs gewonnen heeft, betekent dat Adams nog niet zeker is. Oh, sorry. Ook als hij deze partij zou winnen, Martin Adams. Martin Adams, 158. Niet bijster goed weggezet hoor, Adams ook. Dus Stompé met de eerste kans. Triple 20 en dubbel 18. Triple 20 zit erin, de dubbels gaan tot nu goed. En de dubbels blijven ook goed gaan. Steeds hoor je hem zichzelf even moed inpraten en steeds helpt het ook. 4-2 voor nu. Maar goed, wel Adams die aan de zevende leg begint. En maar één break achter staat. 140!
45. Nou, goeiedag. Bless you. Wat zei die bless you? Heel alert en dan zo eventjes gewoon die triples binnengooien. 140. Heeft op één kant erop lachen, ja. Prachtig. Kom op, joh. De concentratie, maar toch ook de ontspannenheid van beide heren op het podium. Adams is sowieso wel 43. Iemand die dat goed weet te combineren, heb ik altijd het idee. En na twee legs op rij verloren te hebben, ziet het er ook wel goed voor hem uit in deze leg. Drie legs op rij zelfs. Ja, stond 2-1 voor, hè? Misschien 4-2 achter. Triple 20 gegooid. Boel of triple 11. Triple 11 voor dubbel 14. Ja, dat is een knappe finish van Martin Adams. Die deze laatste leg in 12 darts afwerkt. Hij laat stoppen weten, ik ben er nog. En je mag eigenlijk ook niet anders verwachten van Martin Adams. 60. Stompé die onder druk staat om deze leg te houden. En 5-3 voor te komen en anders beginnen we weer helemaal overnieuw. 135. 60. In het begin vielen de triples heel makkelijk voor Stompé. Hij moet er nu wat harder voor werken. Daar waar ze bij Adams nu bijna als vanzelf gaan, de laatste twee legs. 135 de eerste beurt. 180 de tweede beurt. Geeft hem het voordeel in deze leg. De leg die Stompé is begonnen. De eerste keer de maximale score in de wedstrijd. Zojuist van Martin Adams. Teen tegen de hockey aan. In het midden van het bord. Vrijwel rechtop Adams. Klassieke stijl die de man hanteert. Maar zeer effectief. Er straalt veel rust vanuit. Stompé met de voet iets schuiner. Maar het maakt allemaal niets uit als ze er maar in gaan, de darts. 86 voor Adams, triple 18. Niet gegooid. Kijkt even waar Stompé op staat. Niet op een finish, dus triple 20 voor dubbel 4. Die dan niet. Maar blijft wel tops over zo dadelijk. Omoefi en Stompé zal moeten toekijken. Die staat niet op een finish nog. En als hij geen triple gooit, dadelijk ook nog niet. Nou, dat doet hij wel. Martin require 40. Yes, zo. Mooi in het midden. Adams. Ik zei het al, het stond maar één break achter en het is nu weer geheel geniveleerd. En Adams begint aan de negende leg. Tot 2-2 ging het gelijk op. Daarna sloeg Koos Stompé een kloof. Er kwam 4-2 voor. Via een break. Adams brak direct weer terug eigenlijk. Daarom staat het nu weer 4-4. 85. En is het Adams die aan de negende leg is begonnen. Het zij nogmaals gezegd. Indien Stompé deze wedstrijd wint, is Stompé zeker door naar de volgende ronde. 100. Mocht Adams hem winnen, dan is er nog niet zeker in deze pool. Nee, correct. Dan zijn beide heren afhankelijk van de resultaten van morgen. 41. Dan zou zelfs nog de vierde man uit deze pool in theorie door kunnen gaan. Maar dat is wel theorie hoor. Oh.
Dan hebben we het natuurlijk over Dave Routledge. Pot 20 erin. Triple 17. Ook erin. Bolzij, daar zal hij wel voor gaan. Martin Adams. 136. Dat is jammer. Hoge finishes zijn altijd leuk om te zien. Zeker voor het publiek. Maar Stompee moet nu toch al een aantal legs toezien hoe Adams vooral qua scores wegloopt bij hem. Wegrent bij hem. Scores die hij absoluut niet kan bijhouden. En als je dan ook nog eens de dubbels gooit zoals dat moet, zoals Adams dat tot nu toe gedaan heeft. Dubbel 4 zal het moeten worden voor hem. En dubbel 4 wordt het. Martin Adams. En eerst was het Stompee die 3 legs op rij pakte. Nu doet Adams dat en daarom staat hij weer 5-4 voor. En hier het gemiddelde, ja, Adams, 102,2. Dat is lekker hoog hoor. Dat is heel erg hoog. Dat is het hoogste gemiddelde tot nu toe in dit toernooi. Stompee met 88,4. Blijft achter. Goeie laatste. Zorg dat je Adams voor blijft. Adams ook weer een triple, dus Stompe heeft er ook weer één nodig. Minimaal 1. 2 zou hem een finish overlaten. De eerste heeft hij. De tweede niet. Geen finish dus. Eens kijken wat Adams gaat doen. Bij 100 heeft hij een finish. Bij 140 heeft hij een mooie finish. Bij 180. Dat dan niet, gelukkig. Voor Stompee althans. Maar hij mag er zo dadelijk wel voor terugkomen. Adams voor 121. En die heeft hij al een keer gefinished deze wedstrijd. 121. Martin Adams die geweldig staat te gooien tegen Stompee. Die ook goed staat te spelen. Maar toch. Triple 20 weer raak. 11 of triple 11. Enkele bullseye voor Martin Adams. Wint hij dan met 6-4? Nog niet in ieder geval. Om een laatste en beslissende leg af te dwingen. Koos Stompee, triple 20 en dubbel 18. Triple 20 erin. Goeie marker. En er ook in, natuurlijk. Koos Stompee maakt er 5-5 van. En we gaan tot het gaatje. En het gaatje in het midden zal nu gevonden moeten worden om te bepalen wie begint aan de beslissende elfde leg. 25. Bijna op dezelfde plek volgens mij. Gooit hem in het gaatje van Adams, dacht ik. Het gaatje op het bord dan. Ja, dat is lekker. Bullseye voor Stompee. Maar goed, Adams mag nog antwoorden natuurlijk. Dat is een enkele, dus Stompee mag de laatste lekker in ieder geval beginnen. Gisteren tegen Fordham. Won hij de laatste leg. Won hij de beslissende elfde leg. Kan hij dat nog een keer tegen Adams nu ook? Toen begon hij ook, hè, dacht ik. Volgens mij ook. Hey. 85. Is goed, die kwaadheid. Als die laatste dart niet in de 20 belandt. Moet er overheen. 16. Gaat er overheen, maar net iets te ver. Dat is pech op het ijzer.
Nou, ook Adams geen triple. Dus Tom Pay nog steeds in controle van deze leg. Eén triple gewenst. En één triple gekregen. Twee triples voor Adams. Grijpt hij hiermee het initiatief? Of kan Tom Pay een passend antwoord vinden? De eerste pijl is prima. De tweede stuk minder. Voor de boel misschien om een finish over te laten. Doet hij niet. Enkele boel had 170 overgelaten. Nu mag Adams gaan wegzetten. Die doet dat ook niet al te best. Dat is de mazzel misschien voor Tom Pay. Die gaat naar triple 19 toe. Die raakt hij ook. 118 over. Misschien eerst die 18 eraf halen. Dat probeerde hij wel. 115 nu. Blijven er 90 over. Adams natuurlijk wel om een finish voor de wedstrijd. 141. Triple 20 raak. Triple 19. Die niet. Dus krijgt Tom Pay een kans om zich te plaatsen voor de volgende ronde. Triple 20 en dubbel 15. En Tom Pay zit in de tweede ronde. Hij gaat voor de boel. Kan ook. 15 dan nu of triple 15. Enkele 15. Laat bullseye over voor Tom Pay. 65. Martin Lecroix 52. En nu mag Adams voor de winst gaan gooien. Dat zal dan via dubbel 8 moeten. En het gaat via dubbel 8. Hij was er heel dichtbij, Koos Tom Pay. Het kan natuurlijk nog altijd die volgende ronde halen. Maar door de overwinning van Martin Adams, de 6-5 overwinning uiteindelijk op Koos Tom Pay, zijn beide heren dus afhankelijk van de resultaten van morgen. Eerste twee legs dus in deze partij naar The Magician. En dit was een matige beurt van Wagner. Daar zou de ruiter gebruik van moeten maken. En dat doet hij bij deze 140. Maar ja, één keer een leg pakken. Van Wagner. En dan je eigen houden, dan is er niks aan de hand. Ook toch vrij ontspannen de ruiter. Ondanks dat het zijn eerste keer is op zo'n groot podium. Die ook nog een jonge man is. Is hij 22? Woonachtig in Nieuwegein. Heeft in ieder geval een heleboel fans meegenomen hier naar Den Haag. Zeker gisteren. Toen was er een flink vak hier. Allemaal in het zwart-wit. Het zou een mooi moment zijn voor een hoge score. Maar begin je goed. Naar de boel toe nu. Blijft er niet een finish over. En dan weet Wagner ook wat hem te doen staat. Dan moet hij dus ook een finish overlaten. Nou, dat lukt wel, maar dat is wel een hele hoge. Hoge gaat niet. De ruiter dus favoriet in deze leg. Triple 20 gegooid. Triple 15. Die niet. Maar triple 10 laat tops over zo dadelijk. Nu blijft er 60 staan. Voor Wagner twee keer triple 20 de opdracht. Nu er al klaar mee. En dan mag je afwachten wat de ruiter gaat doen. 134. Die kan dus terugbreken. 2-1 terugkomen. Erg hoog. Kom aan!
Het was precies goed om de tweede in de dubbel 20 te laten landen. Breek terug. En dan is het 2-1. En mag de Ruiter de vierde leg gaan beginnen. Wagner stond dan weer klaar om aan te vangen. Zal bij hem dan ook doorbreken dat besef dat hij zo even zijn eigen leg verloren heeft. 100. Wagner, die alle edities tot nu toe van de International Darts League meemaakte. En nog nooit in de eerste poolfase werd uitgeschakeld. We hadden altijd de tweede ronde. 100. Is de man natuurlijk ook met meer ervaring. En als je een rondje langs de spelers maakt en je vraagt naar wie is nou het afgelopen jaar de speler die de meeste progressie heeft gemaakt, dan wordt deze man zijn naam heel veel genoemd. Want hij stond toch toen hij kwam bekend als die grapjas, die aardige trucjes in huis had, flink gespierd. En bij winstpartijen wilde hij nog wel eens een saltootje maken. Maar hij kan meer dan alleen maar wat grappen en zwollen verdelen. Robert Ewing Horn, 161. 130. Zet hem goed weg, Robert Wagner. De Ruiter in gevaar om zijn eigen lek weer te verliezen nu. Triple 19 gegooid. 12 of triple 12. Enkele, dus bullseye. Game shot. Zo, is wel heel knap. Nieuws de Martin. Want Wagner stond daar toch achter al klaar om terug te breken en tot 3-1 voor te komen. En dan zelf mogen beginnen aan deze leg. 100. Maar een prachtige finish van de Ruiter zorgt ervoor dat het 2-2 staat en de partij weer volledig in evenwicht. Ja, voordat we nou verzanden in heel veel interessante en ingewikkelde rekensommen. De Ruiter winnen, dan is de Ruiter door. Maar hij heeft een 6-1 overwinning achter zijn naam staan op Tony Martin. Dus hij heeft een leksaldo van plus 5. Wagner heeft min 2. Als Wagner hier wint, met 6-5 bijvoorbeeld, dan 96. Houdt hij in ieder geval ook nog een aardige voorsprong in legs. Ja, als je er dan wel vanuit gaat dat Wagner zal winnen van Tony Martin, ja, dan moet de Ruiter dus wel winnen van als je gewonnen wedstrijd tellen eerst. Maar om een klein beetje aan te geven, dat bij een nederlaag, nee, zeker niet afgelopen nog. Maar waarom zouden we daar al vooruit kijken op het nederlaag van de Ruiter? Dat heeft tot nu toe geen enkele aanleiding. 19. Om aan te denken. 19. Wagner, nog een enkele 18. Verwijderd van een dubbel 20. Zo dadelijk. De Ruiter mag eerst. Een hoge finish is hem niet helemaal vreemd. 20 gegooid, triple 17, laat tops. 100. Nu laat hij dubbel 16 achter. Oh, goed, Wagner staat ook op een dubbel. Ja. Ja. Dat doet hij vrij aardig. Roy Wagner. Six leg news to Roy first. Game on. Wat finish je van Wagner? 3-3. Beter kan niet. 85. Als je naar de Ruiter kijkt, die mist ook niet veel. Hij heeft er ook 3 kansen op gehad. Hij heeft er maar 2 geraakt. Maar dat is ook nog altijd buitengewoon goed. Zeker die hoge finish van 119.
95. Dit is een slechte beurt van Wagner. Kansen dus voor de ruiter. Dit is zijn leg. En op deze manier is hij goed onderweg om te houden ook natuurlijk. Toch een stapje opzij doen. 100. Die komt op 171. Dat is dus geen finish. Ten aarde wel. 219. Terug naar de 20. Ja, dan komt hij een stuk slechter uit dan dat hij had gewild. 71 blijven erover. En nu gaat Wagner natuurlijk de druk opvoeren. 79. Snel vergeten die vorige beurt. Triple 13 de opdracht. Ook hier niet. Ja. Nu zal het 4-17 moeten. En bullseye. Hij gooit hem al een keer. En dat gaat met een lelijke omweg. Maar gaat wel. Dus wat kan ons de lelijkheid van die omweg schelen? Het staat 3-3. Het is toch knap, want Wagner had natuurlijk ook een finish. Die was ook aardig strak dichterbij geslopen. Ja, dat zal Wagner ook frustreren, want die denkt van, nou, dan ga ik toch wel een kans krijgen. Goed dat hij één keer een dubbele boel finish gooit, dat is leuk. Maar twee keer, dat wordt vervelend. 96. Wagner weet in ieder geval dat de ruiter de kansen die hij krijgt gaat pakken. Je kan je toch niet voorstellen dat dat hoge finishpercentage wat beide heren nu hebben, Wagner 100% en de ruiter 75% blijft staan. Nee, je kan er als tegenstander niet van uitgaan dat je tegenstander een keer knapt. Om te zien hoe die dart via de andere darts op het ijzer kwam, komt hij onder een wat vreemde hoek en ook heel zacht aan. En dan valt hij eruit. Nu heeft Wagner een beetje ruimte. Nou, die gaan een beetje door het bord, over het bord heen. 69. Maar goed, de ruiter kan wel weer wat trippels gebruiken nu. Anders komt hij nog steeds niet op een finish. Doet hij dan goed met die laatste. Maar Wagner mag toch voor een finish gaan gooien. Die gaat naar de boel. Naar 20 en dubbel 18. En die mist voor de eerste keer een dubbel. En dan staat de ruiter op een hoge finish. Maar ja, waarom niet? Triple 20, triple 19 en dubbel 16. Triple 20 gegooid. Triple 19 evenzeer. Het zal toch wat zijn, zeg. Oh!